Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier, Detector Nieuws. Detector Nieuws is een probeersel van me. Ik ga kijken of ik wat leuke nieuwtjes en leuke items kan samenvoegen in één aflevering. Lijkt mij erg leuk. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar dat ga ik aan het einde van deze video waarschijnlijk in de comments wel lezen. Laten we dan ook gelijk maar met Detector Nieuws beginnen, want dat is het kortste rubriekje. Er komt heel veel aan. Ik weet dat XP met een nieuwe metaaldetector of een nieuwe schotel of een nieuw iets komt. We hebben een hele mooie trailer gezien en het enige wat de trailer ons duidelijk maakt is coming soon. Hartstikke leuk. Maakt ons gretig nieuwsgierig. We willen weten wat er komt. We willen weten wat XP in de pijpleiding heeft zitten. Maar het is niet te achterhalen. Ik heb best wel veel netwerken en bronnetjes. En zelfs uit eerste hand heb ik het niet kunnen achterhalen. Iedereen houdt zijn kaken stijf op elkaar en we zullen erop moeten wachten. Het ging om deze trailer. Hetzelfde geldt voor Quest. Bij Quest weet ik wel iets meer, maar ik kan er helaas niets over zeggen. En ook daar zit iets nieuws in de pijpleiding. Het komt eraan. Wanneer kan ik nog niet zeggen en wat kan ik al helemaal niet zeggen. Dus ook dat is eigenlijk lekker maken met niks. Het enige wat we wel weten is dat Nocta Macro met een nieuwe metaaldetector komt. En hij zal multi-frequency zijn. Dus naast dat Garrett en Minelab multi-frequency gaan gebruiken, gaat ook Nocta Macro dat doen. We weten nog niet hoe die eruit gaat zien en we weten ook nog niet wanneer die uitkomt. Dit is wat Dilek, het gezicht van Nocta Macro, erover te zeggen had. It's gonna come this year. I don't know exactly when. Hopefully sooner than later, okay? Be a simultaneous multi-frequency machine, but it's also gonna have many single frequencies. The actual design, it's gonna be in the simplex housing. Oh, the lower shaft will be carbon fiber. Maybe this is the first time I'm gonna mention this. I think this is the first time that people are gonna hear this. For example, one feature is it's gonna have a user replaceable, changeable battery. Not gonna be a cheap machine like the Simplex, but it's gonna be very competitive against the competition. That's what I'm gonna say. Gaan we over naar een ander rubriekje. Rubriekje vondsten. Eén sprong eruit en het was een jonge zoeker die heeft met zijn Quest een gouden munt gevonden. Rijn. Rijn was samen met Barry en Annemiek op pad, samen zoeken. En hier zie je in het beeld dat hij hem vond. Het lijkt mij leuk om eventjes te videobellen met Rijn om te kijken wat hij ervan vindt en wat zijn ervaring was toen. Rijn, gefeliciteerd jongen. Ja, bedankt. Bedankt, ja. Hey Rijn, vertel eens, hoe ging dat? Je was op pad, je was aan het zoeken en toen? Nou ja, toen had ik een niet heel mooi signaal, maar ik dacht van, nou ja, ik graaf toch even. Ja. En toen zag ik een randje. En toen kwam deze tevoorschijn. Jeetje, Mina, wat een joekel. Weet je hoe zwaar die is, of niet? Nou, dat weet ik niet precies, maar hij is wel redelijk zwaar. Hij is flink zwaar, hè? En het signaal, leek het meer op een blikje, of leek het meer op een... Een blikje. Daar leek het weer wat meer op. Meer een beetje op een treklipje. Ja. Ja. Ja, zo zie je maar weer. Altijd alles graven, hè? Hey, maar ik zag jouw gezicht wel, maar ik zag die van Barry en Annemiek niet. Hoe keken die? Oh. Ja, die waren blij voor mij. Oh, waren ze wel blij voor je? Niet stiekem een beetje jaloers? Nou, Barry wel, hoor. Nee, is ontzettend leuk, hè? Kijk, als je het zoeken bent... dan ben je altijd wel een beetje gezond jaloers als iemand zoiets vindt. Maar een echte zoeker is ook blij voor een ander. Geniet ervan, want ik denk niet dat dit heel snel nog een keer gebeurt. Nee. Hey, wil je nog een shout-out naar jezelf doen? Je eigen kanaal even promoten, dat kan nu. Nou, abonneer ook en op Rijn Metaaldetectie. Rijn Metaaldetectie. Zo te vinden op YouTube, ja. En je hebt nog een Facebookpagina? Ja, en een winactie. En een winactie. Wat ga je weggeven?
Met Pinpoint en Max. Jeetje. Video 17. Man. Als je abonneert en reageert, dan kan je hem winnen. Het kan niet op. Gaat hartstikke goed met je. Ja. Ik vond het ontzettend leuk dat je even bij me in het nieuws wilde komen. Nou, leuk. Ryan, hartstikke bedankt. Ja. Ook ga ik elke aflevering van Detector News 1 YouTube kanaal uitlichten. Om een shout-out te geven. Er zijn een hoop YouTube kanalen, heel veel. Er zijn er heel veel die het kijken niet waard zijn. Maar er zijn er ook heel veel die echt wel de moeite zijn om te kijken. En dat kan aan alles leggen. Daar heb ik niet een standaard maatstaaf voor. Maar ik wil wel af en toe een shout-out geven naar een kanaal waarvan ik denk dat hij wel wat meer verdient als dat hij op dit moment heeft. Het gaat om Adventure Digging deze week. Deze week geef ik de shout-out aan Adventure Digging. Adventure Digging is een Nederlands kanaal van een Nederlandse jongeman die in het Engels zijn video's opneemt. Daar zal hij wel zijn redenen voor hebben. Maar wat mij vooral daar aanspreekt is dat hij ontzettend veel enthousiasme uitstraalt. Hij is altijd vrolijk, hij heeft de grootste lol. Zelfs als hij in zijn eentje aan het zoeken is, is hij continu aan het lachen. En zo nu en dan komen er echt gewoon hele leuke vondsten voorbij. Hij heeft zelfs een keer een hele muntschat gevonden. Is allemaal terug te vinden op het kanaal. Hij heeft ondertussen al best wel wat video's opgenomen. En het is gewoon hartstikke leuk. Het is gewoon een leuk kanaal. De kans zit erin, want we zijn samen een beetje het heen en weer sparren om een keer samen te gaan zoeken en een keer samen een video te maken. Tot die tijd hou ook zijn kanaal in de gaten. Want, wat schept mijn verbazing, hij heeft 872 abonnees. Ik denk dat hij wel wat meer verdient dan die 872. Dus mijn shout-out van deze week gaat naar Adventure Digging. Ik ben ondertussen live aan het spreken met Fred van Detectorist. En jullie zijn ondertussen begonnen als groepje zoekers. Als ik het goed zeg. Ja, klopt. Dat is heel enthousiast gegroeid in een Facebookpagina. Wat is uitgegroeid in zoeken met. Waarbij jullie mensen uitnodigen. Ja, dit is ja, dat is best wel leuk. Sean en ik zijn deze groep begonnen. Hè? Sean Blok ging erin. Ja. En op X moment toen zeiden we tegen elkaar van, ja, hoe kunnen we nou eens een keer wat anders betekenen in deze branche? En waar zit eigenlijk iedereen op te wachten? Ja. En toen dachten we, ja, eigenlijk is alles al uitgevonden. Maar ja, toen dachten we, iedereen roept, ik loop altijd alleen, ik kan niet makkelijk land regelen. Ja. En toen zeiden we, waarom proberen we niet een groot wij-gevoel te creëren? En dan nemen we gewoon lekker af en toe mensen mee. Ja. Wij kunnen ervan leren, want ik was ook maar een beginner. Ja. Wij kunnen ervan leren, we kunnen plezier hebben met andere mensen. En we kunnen ons hele netwerk en vriendenkring vergroten met mensen. Dus het leek ons een leuk initiatief. Zeker weten. Zeker weten. En dat is heel goed ontvangen, want jullie zijn op dit moment een van de snelst groeiende pagina's wat metaaldetectoristen betreft. Er zijn uiteraard wel grotere pagina's, maar die zijn al heel lang heel groot. En als je ziet hoe jong jullie nog zijn en hoe snel jullie groeien. En waarom ik nog meer aandacht hiervoor wilde besteden in deze uitzending, is dat eigenlijk iedereen die met jullie mee geweest is, spreekt vol lof over die dag. Dus het wordt ontzettend leuk ontvangen. Ja, daar zijn we ook best wel blij mee. Want ja, weet je, je hoopt toch dat je het leuk maakt. Ja. En hoe kun je het leuk maken? Want ja, iedereen gaat een beetje zijn eigen weg op zo'n veld. Maar ja, soms hebben we beginnende lopers. Die zijn dan nog meer beginnend dan ik. Ja. En die nemen we dan mee. Ja. Of we vragen juist, hè, wat jij ook wel eens met mij hebt gedaan. Dat we dan vragen van welke machine neem je mee? Ja, ja. Nou, ik neem een Quest mee. Nou, oké, dan zeggen we, loop jij lekker met mij mee, want ik heb ook een Quest. Ja. En proberen we de mensen zo een beetje te helpen. Een beetje ervaringen uitwisselen en ja. Precies. Een tweede gedeelte van jullie is adverteren of in ieder geval proberen de message uit te spreiden. Dat jullie niet alleen op zoek zijn naar bodemvondsten, maar ook het onnodige vuil meenemen en van het veld afhalen.
Dus jullie geven echt te kennen aan de boer of het landeigenaar waar jullie komen, dat jullie ook echt het vuil meenemen. Ja, klopt. Ja, dus milieutechnisch gezien. Ja, maar kijk, in wezen zou je zeggen, hoort iedereen dat te doen. We krijgen van de boer de mogelijkheid om op zijn land te lopen. Ja, dan moet je toch zorgen dat twee partijen hier plezier of voldoening uithalen. Ja. Ja. Dus ja, wij hebben hier een boer in de buurt waar we wel eens iets uit de grond hebben gehaald. En dat die zei, oh joh, dat was al zo lang kwijt. Ja, en, ja, ja. Normaal gesproken zou je er niet, zou je niet gaan graven, want het signaal is niet mooi. En wij zeggen gewoon, joh, we kunnen ons schelen, we lopen hier toch. Ja. En aan het einde van de dag, en dat is ook best wel leuk trouwens, aan het einde van de dag laten we als een boer dan zien van, nou, dit hebben we allemaal. Ja. En, wij weten vaak niet eens wat het dan is. En nee. De boer weet gewoon haar fijn te vertellen. Nou, dat is dit en dat is dat. Ja. Dus, oh, dat het is ook weer leerzaam. Het is ook weer leerzaam. Ja. Precies, precies. Dan hebben jullie een kledinglijn opgezet. Detectorist. Het is te koop bij de webshop van Pieterman. Pieterman Metaaldetectors. Maar het merk zelf is een neutraal merk, had ik begrepen. Ja, het is een neutraal merk. Het is ons eigen merk. Ja. We hebben het ook gedeponeerd. Ja. Dus we zijn formeel eigenaar van het merk. En Pieterman is degene die heeft gezegd, nou, ik ondersteun wel dat jullie dit groter willen maken. Ja. En dat mag je dan via mij doen. Dus hij zorgt voor de hele verspreiding ervan. Ja, top. Wij zijn niet uit op winst. We hadden zoiets van, zouden we hier ooit rijk mee kunnen worden? Nee, kunnen we er dan heel veel plezier aan beleven? En kunnen we misschien ook nog een andere partij er blij mee maken? Ja. En toen zei John, waarom gaan we niet een gedeelte weggeven van de opbrengst? Ja. Toen zeiden we eerst, nou, doen we 1 euro per artikel en toen 2 euro. Toen zeiden we, ja, maar als we dat doen, dan lijkt het net alsof we over de rug van kindjes geld willen verdienen. Ja. En toen zeiden we, weet je wat, we geven gewoon de helft weg. Nou, top. Super initiatief. Absoluut. Ja. En dat is een. En Kika is daar ook blij mee. Is dat blijvend of is dat een tijdelijke actie? Nee, dat is blijvend. Dat is blijvend. We hebben met Kika overlegd. En Kika vroeg ons ook van, hoe lang willen jullie dit doen? Toen zeiden wij gewoon, nou, zonder einddatum. Dit is namelijk geen actie. Nee. Dit is gewoon waar wij voor staan. Ja. Dus dit is geen kortlopende actie. Nou, helemaal top. Het staat jullie netjes. Ja, goed toch? Ja, absoluut. En zo doen we dus op heel veel vlakken iets voor de medemens. Ja. En dat is zo veel leuker. Absoluut. Geven is zo veel leuker dan alleen maar nemen in het leven. Ja, ik weet het. Ik weet het. Ja, jij doet er ook altijd van alles aan. Ja, ja, ja. Misschien niet zo frequent als dat jullie dat doen. Of niet zo groot als dat jullie dat doen. Maar ik probeer inderdaad ook zoveel mogelijk voor mijn medemens te doen. Ja. Ja. Nou, dat was een beetje de reden waarom ik jullie de eerste aflevering een beetje in het zonnetje wilde zetten. En wat aandacht wilde geven. Nou, superleuk. Je hebt nu nog heel even de tijd om gauw een shout-out naar je eigen groep, je eigen pagina, je eigen kanaal te doen. Dan. Volg ons! Word een van de 1500 leden die we nu al hebben. Volg ons. Help Kika mee groter te worden door onze kleding te kopen. En als je zin hebt en tijd hebt, kom lekker de 31ste oktober op onze zoekdag in Wieringerwaard. Helemaal goed. Dit was hem alweer. De allereerste detector nieuws van de Toy Soldier metaaldetectie. Vonden jullie dit nou een leuke aflevering? Vonden jullie dit nou een leuk idee? Doe even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren.